Wat gaan we nou beleven? Zo dan. Deugen die twee wel? Deugen die twee wel? Hé? Er wordt druk gewerkt, zoals jullie allicht zien. De tuin die wordt eindelijk gedaan. Ik ben er helemaal wauwzie van. Ja! Ja, hallo lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik heb hem nou gewoon op mijn bureau staan, maar ik denk dat ik half onthoofd word of zoiets. Ik weet het nog niet. Dat ik nog even ietsje moet kantelen, maar ach, doet er niet toe. Ben er weer en ik zeg jullie uiteraard een hele fijne middag. Ja, want het is middag. Welkom bij een gloednieuwe vlog. En het is vandaag alweer Thursday, donderdag. En we leven op de 4e van de 8e maand, 4 augustus. En we leven om 12:30 tot ik ga met mijn meisjes uit. En vanmiddag krijg ik weer een meneer hier op bezoek. Die gaat met mijn tuin bezig tegelen. Dus helemaal toppie. En ik hoop tenminste dat hij komt. Gisteren stond hij voor mijn deur, maar belt niet aan. Niks. Ja, hallo. Ik weet het niet, hè. Maar loop gewoon door. Ja, iedereen die weet, als ik een afspraak heb, ben ik thuis. En dan kun je doorlopen, hoef je niet te bellen, niks. Want dan is mijn poort gewoon open. Ja. Moet je wel dezelfde klink naar beneden of omhoog, weet ik hoe het werkt. Wordt er nooit op. Doe hem gewoon open. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes natuurlijk uitlaten. En Mary had het er ook over, dat ze ook misschien nog even zou komen. Ik niet weten. Maar oké, dus het komt allemaal wel goed, zou ik zo zeggen, lieve vrienden. Het is prachtig mooi weer. Ja, ik laat het jullie eventjes lekker zien. Ja, ik heb de zonnescherm al uitgeklapt, zoals jullie het zien. Ja, nou en dan gaat er eindelijk wat schot in de zaak komen met die tuin. Wat gaan we nou beleven? Zo dan. Deugen die twee wel? Deugen die twee wel? Hé? Wauwse. Lekkere dingen. Hé? Joh. Echt wel. Sandal, die zit voor schrik nou, hè, om van mij. Ik denk, die zit onder de tafel, maar nee. Maar in ieder geval. Ja, ik zal weer even omdraaien. Dan gaat me deze allemaal veel makkelijker. Ja, ben ik helemaal blij mee. Ik moet hem toch nog een stukje, denk ik, kantelen. Ik moet even kijken, hoor. Zo, nou zit er. Ja, nee, dan wordt hij te ver, hè. Desnoods, ja, misschien wel. Want dat kan ook desnoods nog op een andere statief staan, hè. Als het moet. Ja. Dat kan allemaal, dan staat hij ook nog weer wat hoger ook. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het gaat de goede kant om met deze camera. Er zijn nog een aantal x-handelingen die ik nog even door moet hebben. Maar ja, dit gaat toch allemaal perfectio, of niet dan? Dus ik zou zeggen, ja, laat even wat horen hier onder deze vlog. Of het nou ook betere kwaliteit is. Wat ik begrepen heb en ook gezien heb bij Karin, is dat de achtergrond wat wazig wordt. Ik weet niet of dat bij mij ook zo is, of dat ingesteld moet worden, dat weet ik allemaal nog niet.
Maar we merken het wel en het komt allemaal goed, zou ik zo zeggen. Dus zeg, lieve vrienden, geniet ervan. Ja, lieve vrienden, er wordt druk gewerkt, zoals jullie allicht zien. De tuin die wordt eindelijk gedaan. Ik ben er helemaal wauwzie van. Ja, waar ben je? Hé? Gekke beestjes. Nou, klaar. Rijka, dat wil ze niet. Rijka. Klaar nu. Dus. Maar ook zelfs de oude buurman die is bezig. Ja, want vele handen maken lichtwerk. Daarom staat de poort daar open. En ik ga een bakje koffie maken, want ik heb helemaal nog niks op. Nee, en ik wil graag een bakje koffie. Ja, echt waar. Nee, Rijka. Ik vind jou een beetje lastig. Hoe vaak moet je nou nog waarschuwen? Hey, ik hoef de deur maar open te doen en je bent al buiten, wat momenteel niet mag. Want je loopt dikker in de weg, weg. Ja, wat denk je? Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Kleine banjer ben jij. Jij bent een kleine banjer. Maar oké, lieve vrienden, we zijn niet voor niks buiten. Nee, het ligt er helemaal in. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee, Karen. De fiets die staat nou daar. Er is nog wel een klein randje over. En ik hoop dat ik Rijka kan leren om daar niet in te komen. Maar zowel dat het niet lukt, dan gaat er wat voor. En dat ze er niet meer in kan. Zo simpel. En dan desnoods een paar leuke dingetjes, plantjes voor... Dat ik toch nog wat heb, maar dan wel plantjes die tegen de hitte kan. Ja. Nou, en de papiercontainer staat daar. Hier hebben we het ook tot zover leeggetrokken. Ja, hier stond de fiets van Karin, zoals jullie weten. Plus die container stond daar. Nou, dit moet allemaal nog gedaan worden. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Hij had de stenen daar even neergekwakt, want dat is allemaal over. En die paar tegels zijn ook over. Maar ja, daar moet dus ook nog eventjes wat langs, zodat me dan er niet aankomt. Hé? Hallo? Hallootjes. Atsjoe. Ja. Moet dat nou zo? Hé? Moet dat nou dan met zo? Ja, moet dat zo? Maar oké, ja, ik ben nog steeds ook bezig met de vlog. Ja, ik zal jullie even draaien ook. Hup. Ik ben dus ook nog steeds met de vlog bezig. Ja. Moet ook gebeuren. Maar het wordt wel een hele mooie vlog, al zeg ik het zelf. En ook een lange vlog. Ja. Maar ik laat het nou niet zien. Nee, want deze verrassing er, want dit is een verrassingsvlog. Ja. Dus het komt helemaal goed. En het is 17:35. Dus ik ga nog even rustig zitten, even tot... Want ik heb pijn in mijn rug van hier tot yesterday, want ik heb een aantal keren best lang gestaan om buiten even te wezen bij die man die mij aan het helpen is. Ja, en dan moet je toch weer verder. Ik moet straks ook de meisjes nog uitlaten, maar dat komt allemaal goed. Dus ja, geniet van alles met wat jullie doen, maar ook zeker wat wij doen. Ja, ja, komt allemaal goed. Dus ik zeg, geniet verder. Het is nog geen avond, maar ik zeg wel smakelijk eten, bon appétit, laat het jullie smaken. Tot later. Nou lieve vrienden, zoals jullie zien is Mario weer van de partij. Ja, die gaat straks lekker even mee de meisjes uitlaten, maar ik denk dat we eerst een bakje koffie gaan doen, of niet dan? Ja, goed. We gaan even een bakje doen. We gaan eerst even een bakje doen en dan komt alles weer goed.
He, en de meisjes die liggen nou eventjes te rusten, want die hebben net aan het stoeien geweest buiten. Maar ja, laat me lekker gaan toch? Ja. Dat ken nou. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Een hele fijne avond en tot later. Fijne avond, doeg. Ja, lieve vrienden, het is voor mij de hoogste tijd om eigenlijk alweer afscheid te nemen voor vandaag. Want het is al reeds 2:50 uur, maar ik ben nog bezig. Ja, nog steeds met wat ik eigenlijk alweer gistermiddag, dat mijn tuin werd bestraat, al bezig was. En dat heeft zo lang geduurd, dat wil je niet weten. Maar ja, hij is bijna klaar. Hij staat op 98%. De laatste procenten is hij nog aan het weg editen. En dan kan ik hem eindelijk naar YouTube brengen. Maar dan laat ik de computer desnoods vannacht aan. Want ik wil naar mijn bedje toe gaan. Ja, echt waar. Ik ben back en back af. Het wordt ook wel een lange vlog, moet ik jullie zeggen. Maar het is een hele mooie vlog. Hij is bijzonder. Dat als die online komt, ik zou zeker gaan kijken als ik jullie was. Want ja, hij is bijzonder. Ja, echt heel mooi, geweldig. En vooral voor mensen die dit nooit hebben gezien en nooit mee hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ga vooral wel kijken als die online komt. En voor nu zeg ik, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht.